één keer een ambivalente meegemaakt, dan ben je er gewoon aan verslaafd. Dat is gewoon zo. Het is geweld, overdonderend, overweldigend. Kdenk, 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 kdenk. De adrenaline die giert door je lijf. Er zijn zoveel momenten waarvan je zegt, ja, dat is het. Eigenlijk zou ik het liefst een schilderij van 20 meter breed willen maken. Ik kan niet klein denken. Dit geweld, hè, dat op je afkomt, ja, dat vraagt ook om ruimte. En ja, je moet ook met je penselen die manen kunnen doen. En in dit geval zijn ze eigenlijk allemaal geïnspireerd op de abrivado's op de plage, hè, op het strand, bij Saint-Marie-de-la-Mer. Paarden die met hun hoofd allerlei kanten op gooien. En dat je het gevoel krijgt, wow, wat komt er op af. Maar deze is de eerste schilderij. Maar ja, heftige paarden, hè. En ruiters die kardiast die paarden omdooien en die teugels trekken en dat soort dingen. Ja, een heftig gebeuren. Die heftigheid die je ziet in de schilderijen, ja, dat kun je ook proberen in een brons te vertalen. En met opzet laat ik de benen dan weg. Zou je die wel doen, dan haal je alle snelheid eruit. Wat ik altijd doe in mijn beelden, is de giethuid zoveel mogelijk zien te bewaren. Dat je hele rauwe structuren krijgt in zo'n beeld, dat vind ik mooi. Een beetje dat ongepoetste, dat ongepolijste. Stieren zijn zo mooi, zo imposant en edel, en dat blijft terugkomen in mijn schilderijen en mijn beelden uiteraard.